komen weer naar Beams model achter te voeren. Van corona. Anoro. 3, 2, 1 en we zijn live. Welkom bij de Motherfucking Rookworst podcast. We zijn er weer. Na heel veel vraag, volgens mij. Het was legendary, man. Het was legendary, hè? Ja, man. Het was eigenlijk de bedoeling om gewoon eenmalig te doen en gewoon te chillen met elkaar. En nu zitten we opeens hier. Ik ben vandaag met mijn nigger Rotjoch weer. Ja, toch? Stel jezelf wel voor, man. Voor de mensen die hier nog niet. Zijn waarschijnlijk 10 mensen, maar weet toch voor die 10 mensen. Ja, man. Ik ben Rotjoch, man. Van 101 Bars. Van Amsterdam. En voor Ajax. Dat krimpen we eruit. aan mijn rechterhand heb ik ook mijn nigger Trap Jack. Heb je shotje al gedaan, pa? Nee, man. Wat is dat, man? Ik wil niet drinken. Hoezo niet? Ik ga drinken, maar ik moet eerst zeg maar, die gesprek aanvoelen. Dan komt het. Oké, pik. Wil je nog iets zeggen? Wil je jezelf nog een beetje voorstellen of zo? Of mensen kennen jou wel, toch? Van Feyenoord. Wat zeg je nou allemaal? Aan mijn linkerkant heb ik mijn nigga Rasta Popkan. 7 alias Mufasa. Ik heb tante namen voor deze nigger, man. Mijn nigger, man. 7, fucker. Goed, man. Ik ben er? Ik ben altijd hier. Kom niet met je mediatraining. Ik was alleen de eerste keer niet hier. Ja, je was boos. Ja, veel niggers zijn boos op je, man. Spankito. Misschien wel de nummer 1 producer in ben het land. Ben jij ook boos? Ja. Toch? Of zeg ik iets raars? Ik laat het aan jou, man. Nee, je kan het niet aan mij laten. Wat vind je zelf? Ik vind mezelf sowieso de beste. Toch? Dat is wel een mindset die je moet hebben in deze keer, maar toch? Ik denk het wel, ja. Zullen we gelijk erin duiken? Let's go, man. Oké. Okay. Stel je voor, je hebt een vrouw of een chillmeid en jij gaat vreemd, toch? En nu zie je, zeg maar, na 2 weken of 3 weken of een maandje, zie je die chickie, je ex, met een nigger in de waggie. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Dat kan niet, man. Begrijp je? Black men don't cheat, man. Hoe bedoel je? Black men don't cheat, weet je toch? Er is geen stel je voor, jij gaat vreemd dit, dat. Nee? Nee, man. Spanker, jij? Jij? Ik heb de vraag niet begrepen helemaal. Wat zou je doen als je een chillmate hebt en een chillmate gaat vreemd? Is het dan zeg maar nog een... Nee, dat is niet meer... Nee, maar nu breng je hem anders. Je zegt net, als jij eerst vreemd gaat, en dan gaat zij vreemd. Ja, tenminste, dat van het, de question is, zeg maar, gewoon, je hebt een teammate, die teammate gaat vreemd. Is er dan nog, zeg maar, is er dan nog een manier nee. Om, niet meer, gewoon klaar? Uitgesloten. Waarom? Leg uit, man, ik wil het begrijpen. Waar, weet je waarom? Omdat, wat ik zeg, ik had gisteren een gesprek gehad met Equals en Equals zeiden ook tegen mij van, no, dat kan niet. Maar toen ging ik denken van, wij zijn wel die niggers die, zeg maar, als wij, zeg maar, die teammate, zeg maar, zien met een andere guy of... Takje al met de andere guy. Je hoort van ze is aan het takje met de andere guy. Dan ben je al op. Dan ben je al. Je weet toch, ben je weer bij Osso aan het aanbellen van vakken. Waar ben je mee bezig? En. Jack, jij. Wat zou jij doen? Is klaar. Zo is klaar. Waarom is dat jullie eerste? Want ik geloof dat heel veel zeg maar, dingen voortkomen uit onzekerheid. Je weet toch? Weet je wat het is? Ik denk, kijk. Eigenlijk wat Spanker zei. Als ik vreemd ga, is het uit. Verveling eerder dan uit dat ik iets voor diegene voel. En ik denk dat het met trots heeft te maken ook als jouw vrouwtje vreemd gaat. Ik kan nog met haar in de stad lopen, zeg maar, en dan... Die man heeft gezegd, ik heb hef de chickie gekaat. En die mattie van die mattie weet ook, hij heeft hef de chickie gekaat. Ja. Bepaalde trots of zo. Maar dat snap ik wel, dat begrijp ik. Maar zeg maar... Als je dat niet weet... Heb je niet zeg maar, liever een teammate waar je daar, een vrouw waar je daar, of een chick waar je daar over mee kan praten, zeg maar, dan een chickie die daar niet over praat en die het zeg maar, achter je rug zou doen en dat je misschien zeg maar 10 jaar voor jouw gevoel een goede relatie hebt en dat je na 10 jaar erachter komt van deze bitch is al 6 jaar de buurman aan het neuken? Ik ben nog niet volwassen genoeg voor deze vraag. Nee? Nee, man. Hoe oud ben je nu? 20. En heb je al relaties gehad, wel? Niet stijlie samenwonen of iets. Maar op wat voor vrouwen val je? Of wat voor chickies val je? Als ik kijk naar serieuze relaties. Eentje was Cabo. Oh, ja. Eentje gewoon Nederlands. Serieus? Ja, val je op Nederlands ook? Ja, man. Ik eet gewoon van de pot schaft. Ja? Kijk, laat me gelijk in met de deur in huis vallen. Eet je poenie?
Ja, man. Maar geen kont. Ik weet die vraag komt daarna neer, man. Hoezo niet? Weet ik, weet niet, man. Ik ben nog jong ook. Kom nog. gaat nog wel komen, denk je? Nee, ik zeg je eerlijk, ik weet niet. Je weet toch? Stel, je bent met de gekke dingen in Ibiza, Banshee. Kan zomaar kan zomaar zijn dat je morgen daar eindigt. Maar staat niet op de planning of zo, je weet toch? Nee? Nee, man. Bij mij was het de eerste keer per ongeluk, dus ik was die poenie aan het eten hier zo, opeens ik was paantje. Opeens was ik bij, opeens, begrijp je wat ik bedoel? Opeens was ik met mijn vorm bij je poenie. Raar. Spanker, jij jouw billen? Wacht even. Nou bro, iedereen weet het antwoord al, man. Iedereen weet het antwoord aan. Dus waarom vragen we eigenlijk? Nee, maar mensen thuis weten het antwoord. Wat is het antwoord, Roger? Ik zeg ja. Want je gaat zo lang nadenken. Van, nee, ik was gewoon een stuk aan het gaan met die andere man. Maar kijk, ik heb het wel gedaan, ja. Oké, okay, ja, dat is toch. Nee, wat serieus. Ik heb het gedaan, zeg maar. Of is het zeg maar een... Wanneer je zegt van... Vandaag gaan we erin. Laat me gewoon zeggen van, de keren dat ik het heb gedaan was gewoon wifi. Dat is niet zo. Zeg maar, poenie eet ook niet zomaar bij iedereen, toch? Nee. Dus, zeg maar, die andere gaat weer een stapje verder, weet je toch? Ja. Die is gewoon alleen wifi. Ja, maar dan erin. Ben je die nigger, zeg maar, die gewoon eromheen eet? Of ben je die nigger die... Ik heb een nigga flow, shout out naar Cashflow van Curaçao, shout out naar jou, alleen maar lobby. Wow. Hope you love. Weet je wat die nigga zegt, boys? Hij zegt, jullie choppen billen. Dus ik zeg altijd, ik chop billen, toch? Hij zegt, je chop geen billen. Laatste vakantie, hij zegt, je chop geen billen. Hij zegt, ik chop geen billen. Hij zegt, ik zet mijn tong in die billen en ik zoek poep. Hij zegt, ik zoek poep. Hij zegt, luister goed, hè. Ik zoek poep. Ik vind geen poep, maar ik zoek poep. 7. Wat zeg je, man? Je weet de vraag. Oh, man, nigga. Kom op, man. Wat zeg je, man? Je bent een podcast, toch, bro? Je chop billen? Nee, man. Je chop geen billen, 7? Nee, man, bro. Dat is de Surinamer in, hè? Is het, zeg maar, wel, is het nog, zeg maar... Maar je eet wel poenie, toch? Ja. Oh, maar dan, hè? Wat, hè? Ik zoek geen poep, brad. Gaat het nog komen? Nee, gaat niet komen. Misschien zitten we eventjes te lang in die vreemd gaan, maar ik vind het interessant. Waarom gaan we vreemd? Verveling. Wat dan? Als ik voor mezelf... Verveling, man. Verveling? Waarom ga je toch PlayStation spelen, pik? Ik zeg eerlijk, vervelend. Soms ik zit thuis, je weet toch? Je, PlayStation, je hebt die game al 7 keer uitgespeeld. Netflix op ook. Ja. Dan wat ga je doen? Je gaat naar die Snapchat. Te kijken wat actief is. Ik zeg je eerlijk, hoor. Dan ben je opeens ben je ergens in een hotel of laat. Heb je eigen osso? Nee, man. Waar woon je? Zuid. Nog bij je ouders? Bij mijn mama. Bij je ma. Doop. Dus waar sla je je chickies dan? Of hotline of... Mijn ma's werk en... Ja, je bent al niet... Ik heb ook per ongeluk na shows wel eens dingen meegenomen gewoon. En dan in de ochtend zeg van... Ja, toch? Rustig. Ja. Maar ik heb een vraag voor jullie dan. Ja. Wanneer raakten jullie groepies kaatsen zat? Ik best wel snel, man. Ik eigenlijk best wel snel, man. Ik denk dat... Voor mij is alles... Moet ik heel eerlijk zeggen ook. Voor mij is alles, zeg maar, als je, weet toch, die pata die je graag wilt hebben? Dus je wilt die pata echt graag. En nu heb je die pata, hij zit osso en je denkt alweer aan, ik moet die ene broek hebben of ik moet die shirt hebben. Want anders is die pata niks waard. Begrijp je wat ik bedoel? Voor mij was het best wel snel, man. Ik denk, na een maandje of zo was ik wel... Maandje? Ja, man, was ik al moe van deze shit, man. Dat is snel. Dus in aantallen, wat zeg je maar dan, 10? Broer, ik heb... Maar zeg in een maand. In een maand heb je geen 50 groepjes. Ik heb gejoond aan, man. Ja. Ik heb gejoond aan, man, pa. Ik heb echt gejoond aan, man.
Ik heb echt, wat vrouwen betreft, zeg maar. Ik heb een keertje gezegd. In een interview volgens mij op televisie dat ik 2 doezoe vrouwen of zo geslagen heb. Maar is dat echt zo? 2 doezoe is misschien wel een beetje overdreven. En hun hebben, zeg maar, je weet toch, hun pakken ook altijd, zeg maar, precies die ene lijn die, je weet toch? 2 doezoe is misschien wel veel, maar ik denk dat ik wel, zeg maar, in de buurt ben. Je kwam met die Antilliaanse uitleg gewoon. Ik denk dat ik in de, ja, ik broer. 2 parkje, maar je zit toch niet. Wij waren op wedstrijdje en zo vroeger, man. Dus je zit echt over de doezoe? Ja, dat sowieso. Kanus. Dat sowieso. En dat is, dat bedoel ik, zeg maar, van, wij waren op wedstrijdje en zo, man. Ik ben met killen op 6 kids. Begrijp ik ook van. Deze niggas zijn konijnen, man. De hele dag willen deze niggas slaan. En ik heb in Ossos in Eiburg gewoond met niggas waar je. Zeg maar, dit was geen Osso, het was een buurthuis. En er was heel dag bewijzen. En soms kwamen er. Je weet toch, van Rotjes, jij weet, man, broer. Ik was, weet niks, man. Rotjes, weet, als Rotjes bij Osso kwam, is altijd pelicula, film. Altijd film, broer. Ja, man. En dan moet je beseffen. Ik woon, de Sturk is mijn buurman. Wewa woont in die Osso. Atje is daar. Rotjoch is om de hoek. Was probleem, man. Was een vervelende tijd, man. Was echt een vervelende tijd, man. Ik denk dat mensen niet begrijpen. Ik denk dat mensen nooit zullen begrijpen hoe moeilijk het voor ons is om zeg maar te balanceren tussen die twee. Pendelen tussen die twee, persoonlijkheden of zeg maar imago's of zo, zeg maar. Vrouwen zijn altijd. Hebben jullie dat ook? Hebben jullie ook, zeg maar, dat vrouwen altijd zijn, zeg maar, van oké, je bent buiten, ben je spanker, maar hier binnen moet je gewoon relaxed doen. Hier binnen ben je gewoon, weet je, soort van, je breekt me hele koude spirit. Je moet juist tegen me zeggen, jij bent bon. Jij bent die nigger. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Maar vrouwen zijn, zeg maar, juist op die, ja, hier binnen moet je gewoon relaxed doen. Ik ben gewoon normaal. Doe gewoon normaal, begin gewoon je jockey op te rapen. En niet eens alleen vrouwen, ook matties. Ook andere mensen in je life, die kijken te makkelijk naar onze libie, toch? Van, oh, jij zit in een studio met Hennessy en Jonko en je maakt een pokoe en, weet je toch? Ja. En je krijgt tante doezoes en je krijgt, maar dat is toch niet zo? Vind jij jouw Libby makkelijk? Niet moeilijk, het is niet moeilijk, zeg maar, voor mij. Maar ik denk wel dat, zeg maar, buitenstaanders inderdaad gewoon onderschatten. Zeg maar hoeveel erbij komt kijken. Nee, dat is niet moeilijk voor jou, omdat jij, zeg maar, in die Libië zit. Ja, precies. Maar daarom zeg ik, ik denk voor buitenstaanders is het gewoon dat ze het een beetje onderschatten. Inderdaad, hun zien het gewoon als, ja, je gaat gewoon naar de studio, je kan doen wat je wil. Ja. En, je bent luluk en fly. Is het drijfveer toch? Je was ook ooit was je buitenstaander. Ook ooit was je, misschien wel, je was wel producer en je wist wel van, oké, je ziet het bij andere mensen, maar je was niet die guy. En je kijkt ook naar die mensen die. Ja, maar ik wist wel altijd van, ik ga moeten werken om daar te komen, zeg maar. Snap true. Je? Dat wist true, ik wel maar altijd. Dat is een mindset en dat is ook drijfveren, weet je. Veel mensen hebben niet die, voordat die op de namen begonnen. Rotjoch, wij wisten niet dat van, jij was de eerste nigga in hiphop, in deze wereld, die money pakte. Jij hebt de makkelijkste weg gehad. En dan zeg maar niet, ik neem het terug. Makkelijkste weg neem ik terug, want je was inderdaad lang aan het hosselen met, weet je, 5... Ik kom van ver, maar nee, wat ik je was zeggen... Als je zag wat ik wil doen, hoe heet dat ook weer? Straatwaarde, Straatwaarde, juist. Inderdaad, je was aan het hosselen, inderdaad. Ja, man. Ik neem dat terug. Maar, zeg maar, toen het... Jij was een van de... Laat me dit zeggen. Jij was een van de eerste niggas getting paid in deze motherfucker. Nee, maar het is niet zo. Jawel, dat moet je wel nemen. Die moet je wel nemen. Nee, ik neem het niet. Waarom niet? Weet je wat, omdat toen ik... Ik heb het vorige, volgens mij heb ik het jij was een van gezegd. De eerste niggas met salaris in deze motherfucker. Ja, maar wat voor salaris, bro? Bro, eerlijk. Ik heb de eerste maar drie... Maar wat voor salaris? Wij hadden die niet. Ja, maar, die nee, niet. Maar ik had makkelijker, toch? Rotjoch, jij was de eerste nigga in deze motherfucker met salaris. Nee, of is niet boys? Waar. Is niet waar. Ik weet niet. Ik ga er niet over mee praten. Is niet waar. Ik zag ook weer mensen... Petje, kan je even googlen voor mij? Ik zag ook weer mensen gewoon die geld verdienden met hiphop en ik verdiende geen moer. Snap je? En zelfs... Wie waren de mensen die al aan het verdienen waren toen dan? Ik zag THC, ik zag Brainpower, ik zag Lange Frans, ik zag... Om in mensen als je nu die terugkijkt, geld maken. Oké, okay, als je nu terugkijkt. Ik begon pas een beetje geld te maken toen ik het al 5 jaar deed, bro. Toen pas... Maar toen was je safe. Je had salaris. Dus zeg maar... Wat is safe? Salaris is alles dan, zeg maar... Ik heb het vorige keer al gezegd en het ging door... Het kwam er heel snel uit. Was je niet de eerste nigga met Mercedes in deze motherfucking game, man?
Oké, okay, maar zie je, kijk, als ik nu ga zeggen, nee, als ik nu ga zeggen hoe, was je niet de eerste nigger met Mercedes die helemaal rijpt, zwarte velgen? Was je niet die nigger? Oké, okay, maar... Was je niet die nigger? Nee, maar vorige keer hadden we al gezegd dat Sugar Cane die nigger was. Sugar Cane, ja, inderdaad, oké, okay, ja. Maar als wij gaan zeggen, toch, hoe en wat precies, dan gaan we zelf snitching spelen. En ik speel geen zelf snitching, maar de waarheid is heel anders dan wat het lijkt, bro. En dat is wat ik je probeer uit te leggen. De eerste 3 jaar was een hel voor mij, bro. Was een hel. En ik kan allemaal dingen hier gaan roepen. Maar toen ik nog zeg maar, onzekere Libby had en alle rappers een onzekere Libby hadden van... Was mijn Libby ook heel onzeker, bro? Maar je had toch een contract? Je hebt toch een salaris voor een jaar? Ja, oké, maar je hebt een jaarcontract, maar dan is dat zekerheid. Je bent ook... Wat was je eerste salaris? €1500 bruto. Goeie. Goed. Voor die tijd. Fulltime bij de McDonald's. Bruto, meer, oh, bruto, oh, bruto, bruto, oh, bruto. Ik kreeg 11 barkie. 11 barkie kreeg ik per maand op mijn... Hoeveel uur moest je rijden? Fulltime, 60 uur, man, bro. Oké, maar mag ik even wat zeggen? Plus, je hebt ook nog andere verantwoordelijkheden. Ik heb moeten opofferen. Want voordat ik dat deed, maakte ik veel meer geld dan toen ik daar kwam. En ik was... Hoe lang geleden was je eerste salaris? Hoe lang geleden is dat nu? Dat was 2006 of zo. Rotjoch. 11 barkie is... Zeg maar, mijn eerste... Ik ben tien jaar ouder dan jou, bro. Voor mij is anders, bro. Maar mijn eerste... Ik was 26. Ik woonde bij mijn moeder thuis. Ja? Je bent een man, bro. Je bent een man en je bent locked, bro. Ik was locked up, bro. En buiten money, je komt ook nog... Ik kom vanuit de Bijlmer. Ik kom in een fully witte wereld, bro. Ik heb elke vorm van discriminatie die ik nog nooit had ervaren, heb ik moeten meemaken, bro. Ik heb zoveel zweepslagen de eerste jaren gehad. De eerste paar jaren waren zwaar voor mij om het te doen. En in die proces ben ik ook nog mensen verloren. Ja. Aan wat dan ook, weet je, op wat voor manier. Mensen zijn doodgegaan, dit, dat, zes. Bro, ik kan zoveel verhalen vertellen, maar het is niet... Dat is voor een boek en die gaat gewoon bestseller worden en het is mijn money. Snap je? Een kleine percentage. Ik denk dat dit weer een perfect voorbeeld is van dat jij nu zeg maar onderschat wat hij zeg maar... Ja, hoe makkelijk het voor hem, is. Ja, precies. Zeg maar net als hoe andere mensen kijken naar ons en denken van... Ja. Zeven, wat heb jij te zeggen erover? Helemaal ja. Nee, man. Ik was vandaag aan de telefoon, 's ochtends met Spanka aan het FaceTime. Spanka, je bent een flinker! Dale, wat zei je ook weer? Ik weet niet eens meer wat ik zei, man. Ik ging geen plan. Die man het precies. Oh ja, broer, hij stond. Zeg dan! Dat jullie praten flikker dingen over, man. Nee, toch. Oké, laat maar zeggen. Kijk. Die man kwam al met die vreemdgaan, Tori. Hij belde me af met die vraag. Of nee, hij zei niets met die vraag. Hij vertelde gewoon, ik was gisteren met Equals, man. En we hadden dat gesprek. Toen zei hij van, maar misschien moet ik deze bewaren voor die podcast, man. Want ik ging al, zeg maar, gelijk antwoord geven op zijn Tori, toch? Van, nee, man, tuurlijk, sowieso, dat kan niet. Zei hij, oké, wacht. Stop met praten, we gaan dit bewaren voor die podcast. Ja. En toen begon je over... Zeven. Ja, zeven. Ja. Wat zeg je van? Als je zo zou vragen. En toen ging ik voor de grap gewoon jouw naam toch? Ja, oprotten, man. Oprotten, man. Als die chickie vreemd gaat, is het gelijk klaar, man. Snap je? Zeven, jij bent een... Maar broer, dat is toch ook gewoon de waarheid, toch? Ja, oprotten, man. Ja, maar niet op... Ja, gewoon wel oprotten, man. Wel oprotten. Niet zo, je weet toch? Deze dag, ik ben rustig, maar ik kan je gewoon rustig de deur wijzen, ik weet toch? Ja? Ja, man. Wat heb jij te zeggen dan? Wat waren we aan het bespreken ook weer, Rotjo? We hadden het over die struggle. Over die struggle. Hoe mensen kijken nou gewoon... Ja, precies. Ja, wat heb jij daarover te zeggen? Ja, dat is gewoon... broer, als ik... ik weet niet, man. Ik denk als ik wist, zeg maar, wat dit allemaal met zich mee zou brengen, los van de money. Ja. Hoe vaak wou je opgeven, Zeven? Vaak, broer. Jij weet dat. Daarom vraag ik je. Misschien is dat een goede, ja, zeg maar, om uit te leggen aan mensen van... Hoe vaak was je, zeg maar, je had mij Alice al, je had, wat was er nog meer uit toen? Ja, mij Alice, die eerste 1-1 bars was gekomen, dit, dat. Maar zelfs als je hits hebt toch, dat betekent niet dat je automatisch je leven helemaal goed is, bro. Weet je wat zeg maar mooi daarvan is? Nu werk ik ook gewoon met artiesten die iets jonger dan ik zijn.
En die gewoon ook hun visie hebben van hoe het voor mij was toen ik zeg maar net in de game kwam. Je weet toch? Voor hen was het gewoon, hij ging hem en hij had money en dit en dat, je weet toch? Maar broer, die eerste hele eerste jaar, anderhalf jaar, had ik helemaal niks, broer. Ik had helemaal geen money, je weet toch, los van kleine zwarte shows die ik misschien ging doen of zo. In de wereld zit je wel als een superster, hè? En iedereen om je heen verandert ook. De mensen die je 30 jaar kent, 20 jaar kent, veranderen om je heen. Ja. Want ze denken, je hebt ooit op je zak, je bent miljonair, je bent dit, je bent dat. Terwijl je hebt geen moeite, je kan niet eens de rekeningen betalen, bro. Maar mag wat zeggen? Ik praat met Bandy, ik zeg tegen Bandy, hé, broer, het is leuk geweest, man, broer. Je weet toch, we zijn nu al 2-3 maanden verder. Die shit gaat helemaal hem, ik kan niet meer normaal op straat lopen, maar ik heb niks. Je weet toch? In deze gesprek hebben we, dit gesprek hebben we vaak gehad, man. Je bent al miljonair, je weet niet. Doe relax, laat me met rust, man. Je zit rustig, eventjes chillen. Of niet? Nee, maar het is belangrijk dat mensen de realiteit kennen. Want de realiteit is anders, bro. Alleen de sterkste overleven, man, bro. Ja, want Spanka, jij bent begonnen als rapper. Ja, man, klopt. Hoe heet hij toen als rapper? Wat was je rapnaam? Spanker ook. Ook Spanker. Ja, man, maar ik zat in een rapgroep, Dobbelsteen. Rotjoch weet nog sowieso. Ja, maar ze waren. Talent van de week? Talent van de week, ja. Man. Ja, man. Ook al 12 jaar geleden of zo. Zoiets, man. Begin van 101 Bars wel. Wanneer dacht je, ik ga beats maken? Waarom ging je beats maken? Ik ging beats maken omdat ik niet op instrumenten zou rappen, man. Begon beats te maken en ik vond het op een gegeven moment gewoon zo hard dat je gewoon zeg maar eindeloos met ideeën kan komen, toch? Ja. Zeg maar, wanneer is de beat af? Kan je zelf bepalen, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment vond ik dat gewoon zo tof dat ik daar elke dag mee bezig was, man. En minder met rappen, gewoon automatisch. Dus zodoende eigenlijk, man. Wat was je eerste hit? Mijn eerste hit? Misschien wel, man. Ja? Ik denk dat het misschien wel de eerste hit was gewoon zeg maar voor heel deze wave, man. Zeg ik iets raars? Ik denk het wel, man. Het was nog een hit voor de New Wave zelfs. Ik denk zeg maar... Toch? Ja, man. Wat zie je als een hit, man? Dit ging wel super viral. Dit was de eerste tour die zeg maar soort van... Ja, ik hoor je, maar wat zie jij gewoon als persoon als een hit, je weet toch? Voor iedereen is een hit iets anders, je weet toch? Een hit is die pokoe die voor jou raakt, weet je? In terms of, je weet toch, wat de charts zeggen, dat is iets heel anders. Want heel veel, 99% van de charts luister ik niet eens. Dus, ik denk dat het een combinatie is van de charts, wel. Maar ook een combinatie van, zeg maar, of die pokoe leeft onder de mensen, zeg maar. Ja. Kijk, maar bijvoorbeeld... als jij ergens binnenstapt en je hoort die pokoe of je wil of niet... Ja. Of als je uitgaat en je ziet hoe mensen hem gaan op die pokoe. Zeg maar, allemaal dingen waar jij geen invloed op hebt, toch? Ja. Als jij die pokoe niet wil horen, dan ga je hem niet opzetten. Oké, okay. ik denk dat... Ja. Sorry, maar bijvoorbeeld wat hij zegt. In the Building heeft nog nooit in een chart gestaan. Maar is In the Building een hit? Is een cult hit, bro. Was een hit. Ik denk dat het zeg maar, was een hit. Ik denk een mega ik denk, hit. Ja, zeker. Ik denk dat het zeg maar of is wat Spanka zegt, of het is dat. Of het is zeg maar de pokoe... waar je als artiest de meeste money op gemaakt hebt. Dat kan ook, of tenminste niet de meeste money op gemaakt, maar wel veel money op gemaakt hebt, toch? Dus dan bedoel je gewoon meeste streams of meeste verkoop? Of meeste shows ook? Shows. Zeg maar in een geval van... Maar shows van... is moeilijker in te schatten, toch? Zeg maar. Nee, helemaal niet, zeg maar. Ik denk nee, maar oké, laten we... Oké, nu ga ik toch weer iets diep zeggen, man. Kijk, die knowledge, mensen mogen man. Oké, mensen mogen het weten. Kijk, er is een formule, toch? Hoe... radiohits worden gemaakt. Vaak worden ze in dezelfde toonhoogtes gespeeld. Dit dat ze zo Spanker weet het. Gewoon, als je producer bent, ja, dan weet je gewoon van deze toonhoogtes, dit dat, dit is een hit. Oeh, ik ga zo vragen aan jou, Spanker. Ja. Doe je dat? Ben je zo barretje, Spanker? Vraag maar. Ga je naar studio met rekenmachine? Ga je naar studio met rekenmachine? Nou, Spanker. Rekenmachine. Kijk, zeg maar. Oké. Nee, ga maar verder. Maar, dus, oké, leuk. En dan heb je nog hele grote establishments erachter staan die het pushen en die allemaal powers hebben die de normale muzikant niet heeft. Dus er is geld, er wordt geld gepompt, er is een netwerk, weet je, die kent die bij die playlist, die kan dit regelen, die kan zo, reclame, sponsoring met Nike, dit, bap, die pokoe wordt alleen maar gepusht, pop. En omdat die formule klopt, wordt het een hit. Maar voor mij, als purist, toch? Als iemand die echt naar muziek
luistert en echt oprecht van houdt, toch? Voor mij is iets van die ding moet mijn ziel slaan. Dan is het een hit. Anders, I don't give a fuck. Dan is het gewoon product. Dat is gewoon net als goede coke. Gewoon van ja. Oké. En weet je, maar het is niet de beste coke. Ja. De beste coke is 9-plus. Dit is een, die mega hit die veel money maakt, is misschien een 6,5 of 7. Ja. Ik zeg ook altijd, zeg maar, en nu maar als mensen vinden die verpakking mooi. Als, ja, oké. Okay. Ja, toch? Als E&R zijn, dan zeg ik nu, wat ik weet, zeg maar ook, is dat er verschillende hits zijn. Dus je hebt, zeg maar, een hit die, bijvoorbeeld, laten we zeggen, ik zeg gewoon iets raars, hè, 40 miljoen streams hebt, toch? Maar die 40 miljoen streams, en die zijn, zeg maar, van 15 miljoen mensen, twee keer. Of 2,5 keer, zeg maar. 15 miljoen mensen hebben hem twee keer gecheckt. En nog een keertje misschien. Je weet toch wat ik bedoel? Dat is 40 miljoen. Maar je hebt ook hits die zeg maar niet per se 40 miljoen hebben, maar misschien 10 miljoen. Maar die zijn echt zeg maar door een groepje van 10.000 mensen, bij wijze van spreken, 50 keer geblaast in een periode van 3 maanden. Begrijp ik? Het klopt niet helemaal, zeg maar begrijp wat ik bedoel? Dat zeg maar iemand die pokoe echt 1000 keer, hij gaat echt in die pokoe. Je weet wat ik bedoel? Ja. En dan zeg maar iemand gewoon zeg maar zo vaak met die pokoe in zijn gezicht geslagen is, dat hij gewoon, ja, laat me 1 keer checken en dat was hem. Maar dat zorgt wel dat je zeg maar, die grote... Er zijn twee verschillende type hits, naar mijn mening. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld als je kijkt naar Smip. Smip is een cult ding, toch? Ja. Ik denk dat er veel meer mensen met een Smip-tatoeage zijn hier in Nederland dan van bijna elke artiest dan ook. Snap je? En dat is omdat het cult is. Als je naar de cijfers gaat kijken, zie je het niet terug. Inderdaad. Er zijn zeg maar mensen heel erg bezig met... Oké, in welke key is een poko een hit? Ja, of... doe je dat? Nee, ik niet, man. Ik weet wel dat mensen dat doen. Ja, je kan lachen, maar ik zeg je... Nee. Ik zeg je eerlijk, ik kan het zweren, man. F mag niet meer drinken, maar F is vervelend, man. Hij is echt vervelend, ja. Heb je al 100 doezoe, Trapjack? 100 doezoe? Kijk, daar wou ik zeg maar net op inhaken, zeg maar, toen het ging over die struggle. Ik zeg eerlijk, ik verdien niet genoeg geld met rap om te... Heb je nog geen 100 doezel? Ga je super eerlijk zeggen, hij is niet eens 10 doezel. Hè? Niet eens 5 doezel. Begrijp je? Er is wat er is, daar wordt mee geleefd totdat het nieuwe doekel is. En dat is niet... Maar wat is... Kijk, wat... ik heb met mijn eerste goede showmaat, laten we zeggen dat was 7 shows, daar blijft 5 doezel van over. Oh ja, ik ging Katja plangen halen, Loopboos, dit, dat. Oké, die 5k was op. Maar, is dat het eerste wat je met je money ging doen? Dan moet ik correct komen. Eerst wat ik ging halen was een Louis Baga. Maar... Waar ging je hem halen? In de store, toch? PC of? Nee, bij een koffie zo. Ja, je hebt een heleboel rijke mensen nog rijker gemaakt, man. Ik weet het, maar om dat te zeggen, zeg maar, 100 doezoe. Die 100 doezoe is ver nog. En dat is met, denk ik, opkomende rappers. Ik heb nu misschien 60 miljoen streams gedraaid of zo, maar als jij in die 12 maanden, of laten we zeggen nu 14 maanden, dat ik rap heb gewerkt bij de Appie, 3 dagen heb je meer verdiend dan mij. Dan durf ik te zweren op alles. Ja. Maar wie doet dan iets verkeerd? Wat gaat er mis? Ja, kijk, ik ben nieuw. Ik kan daar niet veel over zeggen of weten, want ik heb het nooit anders meegemaakt. Maar ik denk, ik heb wel vaak gespit in interviews en zo. Wat mijn grootste issue was. Ik denk dat bij iedereen nu wel bekend is. Wat is dat? Ja. Gaan we een rechtszaak zetten. Ik denk gewoon vaak, die tory is gewoon sowieso bij nieuwkomende artiesten, zeg maar. Dat er gewoon contracten worden getekend, zeg maar, die niet nog gecheckt zijn door iemand, weet je toch? En dat ze niet weten wat ze tekenen eigenlijk. Wat eigenlijk fucked up is. Ja, dankjewel, man. Waarheid. Wat eigenlijk fucked up is, maar aan de andere kant, ik persoonlijk kijk er 50-50 naar, zeg maar. Ik vind het fucked up van die label dat ze dat doen, maar aan de andere kant, zeg maar, hun doen ook gewoon, zeg maar, die plan- hun zaken. Business is business. Kijk, snap je? Weet je wat het is? Als jij nu, stel, we halen muziek weg, ja? Stel, jij gaat stalen buizen verkopen, toch? Bij wijze, ik gooi iets geks. Jij gaat stalen buizen voor zo goedkoop mogelijk, van zo goed mogelijk kwaliteit, voor zo goedkoop mogelijk kopen, om ze zo, vervolgens zo duur mogelijk te verkopen. Ja? Diegene van wie jij het koopt, omdat hij het heel goedkoop verkoopt, is niet jouw probleem. Ja. En die kill die het verkoopt,
die het eigenlijk veel te laag verkoopt, dat is in dit geval de artiest. Ja. Ja? Precies, want als jij nu een plug zou hebben waar jij zeg maar een kilo kan pakken voor 15 doezoe. En je weet, je kan die kilo verkopen voor, ciao, 30 doezoe. Maar ik moet er wel... Ga je dan die nigger vertellen die jou die kilo geeft voor 15... Eigenlijk moet je hem verkopen voor 20 of 22 of zo. Heel nee, maar ik denk als je 10 keer met die man junta en het levert wat op, dat je een andere constructie bouwt of neerzet. True. En dat is mijn geval dan maar niet dat gebeurd. Ik zweer, bro, dat wou ik net zeggen. Je weet toch, bro. Het is gewoon hoe jij met jouw atti in die torie staat. Grijp je? Als jij gewoon bent op ik wil money maken, dit, dat, bla, bla, zo snel mogelijk, zo veel mogelijk niks schetsen. Mm-hmm. Dan is dat wat je gaat doen waarschijnlijk. Maar je hebt ook gewoon... Bro, op het moment dat jij misschien met iemand begint, is diegene niet poppin of wat dan ook. Of doet hij nog niet echt shit qua cijfers, je weet toch? Ja. Maar op een gegeven moment, als jij ziet dat diegene veel harder gaat dan dat jij had gedacht, dan is het wel voor jou om te stappen naar voren en nu te zeggen van, yo, ik dacht dat je 10 goals zou scoren per seizoen, maar je scoort chawa. Ja, je scoort 40, dus ja. kijk deze waggie, of kijk deze... Klopt, maar ja, daarom zeg ik nog steeds van, ik kijk er 50-50 naar, zeg maar, snap je? 50% kijk naar die label van Faka met jullie. Maar 50% kijk ook naar die artiest van... Waarom heb je iets getekend en je weet niet eens wat je tekent? Omdat jij jong bent, broer. Jij begrijpt sommige shit nog niet. En jij gaat nu, jij bent rapper, broer. Ik weet niet hoe het voor andere rappers is, je weet toch? Maar voor mij in de tijd dat ik dacht van ik ga rap serieus nemen... En ik ging naar mijn ma en ik zei ik ben rapper. Maar was tegen me, ben je gek? Je gaat naar school. Tuurlijk. Er is een... Kijk. Ik ga jullie gewoon game geven en dan, dit is game, daarom is deze podcast, gewoon game, ja? Je hebt net allemaal bedragen opgenoemd aan shit wat je hebt uitgegeven. En dat is allemaal boter voor mij, je weet toch, het is allemaal zacht. Het is, ik snap het, je bent jong, ik ben ook jong geweest, ik heb ook die fout gemaakt. Maar op een gegeven moment, ik toch, als ik een contract teken, en dat is, moet game zijn voor iedereen, als ik een contract teken toch... Die Louis money toch, die paar kop, wat je spendt aan drip of wat dan ook, spend het aan een jurist, ja. Teken geen contracten, bro. Die contracten worden zo opgesteld dat jij het niet begrijpt, maar die jurist begrijpt het wel. En als jij hem betaalt, is hij voor jou in dienst. Kijk. Dus, nee, maar het is gewoon game. Dus je hoeft niet uit te leggen, want ik begrijp het, bro. Ik begrijp het, bro. En het is niet erg, want je hebt talent. Maar... En je bent talentvol, dus je hoeft alleen maar door te gaan en door te zetten. En dan komt het vanzelf goed. Ja. Alleen hier ben ik zeg maar niet mee eens met, kijk, zeg maar, als ik in mijn schoenen stond, die paar doezel om die Lubu te baaien, was hij niet. Hij werd van dag tot dag geleefd. Er was geen Scoro, er was geen Junta. Ja. En zeg maar, ga je eerlijk zeggen, Jazinho komt naar mij toe. Ik was geen, heb één poko. Hij zegt tegen mij, ik wil je tekenen. Ik ga poko maken met Seven, met Kevin. Ik ben binnen. Je bent 18 jaar. Je hebt geen toekomstperspectief. Ga je denken van... ik wou mijn ouders ook niet vertellen van ik heb contract gekregen. Je weet toch? Ja. Waar ga jij die knowledge vandaan halen om bij jezelf te denken... Hé, ik ga een jurist. En zeg maar, ik ga je eerlijk zeggen... Weinig mensen spitten ook over slechte contracten en zo. En ik had niet, zeg maar... Toen ik bij Airlines tekende, was Seven al weg, maar ik dacht hij zat daar nog. Ik ging naar die schrijverskamp van Airlines van... Oké, ik ga poko maken met... Begrijp wat ik bedoel? Ja, serieus? Ik wist ook niet, die man was 5 jaar daar weggegaan. En op een gegeven moment rooi je in die spelletje. En dan hoor je dingen. Dan ga je zelf conclusies trekken. En ik geef je gelijk. Het is mijn fout. Ik had een jurist moeten inschakelen of moeten laten checken. Maar op dat moment, ga je daaraan denken... Nee, als je jong bent, maar kijk. Weet je wat die model ook gewoon is, broer? Ik kon ook gewoon niet praten in die tijd, begrijp je? Ik kon niet. Ja, nee, ik bleef niet zo praten, broer. Laat me één ding zeggen. Niggas zetten shit in mijn contract, broer. Toen ik ben... Broer, dit is gewoon... Laat me één ding zeggen. Die staat ook in mijn contract. Ik heb gewoon op een gegeven moment... Wat je zegt, je haat de spuur en jij denkt gewoon van... Hé, dit zijn men. Dit zijn mensen met wie ik... Je weet toch, dus jouw haat de spuur. Dus je gaat er ook met hart puur in. Kijk broer, er is gewoon een moment geweest dat ik niet kon praten over bepaalde shit. Dat kan ik nu wel. En dat heb ik ook gewoon gedaan. De eerste keer dat ik hem heb gezien, heb ik hem maar gewoon gezegd van hoe shit is gelopen, hoe shit is gegaan en waarom ik loser ben gegaan. Bro, je bent talentvol. Je hebt talent. Gebruik je talent en geef niet op. Net zoals Seven eerder zei. Ik kom op al jullie dingen wat jullie eerder hebben gezegd. Hij zei van, hey, zo vaak wou ik stoppen. Maar hij is niet gestopt. En kijk hem nu. Jij kan zeg maar zelf bepalen hoe groot deze gebeurtenis impact heeft op jouw carrière.
Dus het kan zeg maar 1% zijn, maar het kan ook zeg maar banco procent zijn. Van, weet toch, ga je mensen laten takje over dit? Of ga je mensen laten takje over zeg maar, al die gekke shit die je nog gaat doen? Ik heb die woede sowieso omgezet in motivatie. Precies. Maar zeg maar, zou ik het oneerlijk vinden? Omdat zeg maar, ik ben best wel een oprecht persoon en recht voor Zaraab. Ik zeg wat ik denk. En op dat moment, bijvoorbeeld op dit moment denk ik dit. En toen denk ik dat, dan zeg ik dat. Ja. Bijvoorbeeld ook gewoon, Blakka kwam naar mij toe, zeg maar. Net voordat hij echt popte van, yo, Airlines wil me hebben. Wat moet ik doen? En ik heb hem gewoon eerlijk gezegd, bro, wil je money verdienen? Wacht met de deal. Jullie zijn goed. Drop die tunes gewoon, kijk wat gaat gebeuren. Maar wacht met de deal. Mm. En die boys hebben nu pap gevouwen, je weet toch? Ja. En ik zeg maar... En ingegaan, maar Sharon Akulis en Blakka, alleen maar lobby, ja, nummer 1. Die mannen gaan junkie. Wow. Super junkie, toch? Heel dom, heel dom, heel dom. Alleen maar love. Het is ook niet, zeg maar, ik heb vaak het gevoel, zeg maar, van de buitenwereld, af hoe dat wat ik zeg is om Airlines naar beneden te halen. Maar dat is niet zo. Ik vertel gewoon mijn verhaal. Frustratie. En dat is mijn struggle nu, zeg maar. Ik kan geen waggie bijen. Ja. Ook al 17 miljoen streams, 10 miljoen streams, 8 miljoen streams, dat lijkt me nog, 30 miljoen streams, kan die waggie nog steeds niet, ja, bij. Oké, okay, wat ik jou zou zeggen als gewoon van Bandy naar Trapcheck, als real nigger, gewoon zou ik zeggen, pa, wat je moet doen, is jezelf een salaris geven. Dus het maakt niet uit, zeg maar. Het eerste grootste fout die je kan maken als je money aan het maken bent, Roger, jij weet het ook. Als je zeg maar, als jij 10 doezel maakt, dat je denkt van, ah, nu kan ik 5 doezel bossen, of nu kan ik 6 doezel spenden. Dat heb ik al gehad. Dat snap je? Als je zegt gewoon tegen jezelf, er is 3 doezel per maand. Of wat verdient de beste nigger, de slimste nigger in mijn klas? 4 doezel? Oké, 4 doezel is mijn salaris per maand. Hier moet ik het mee doen. De rest is gewoon allemaal stekken. En het gaat ook, het went ook. Snap je? Het is net als naar de gym gaan. Als jij zeg maar de eerste... Weet je wat die truc is van money maken? Zo werkt de hele bedrijfswereld toch? Stel, jij hebt een bedrijf toch? Zelfs maakt niet uit, de hoofdman van ABN AMRO of wat dan ook. Echt money maken, ja? Zelfs hun geven zichzelf een salaris, bro. Je kan die salaris veranderen wanneer je wil. En dit, dat. Want je bent moet gierig zijn, man. Ja, maar op dit moment is er geen salaris. Je moet gierig zijn, man. Nee, ik snap. Je moet echt gierig zijn. Je moet echt koude gierig zijn. Waar is die camera? Kees, deze chaiba moeten we Kees betalen, man. Deze Henny ook. Ik heb allemaal voorgeschoten, Kees. Van waar is dit? Zoals ik heb van, ik kan niet zeggen wie, maar... Is Amerika. Is Amerika shit, ja, man. Kees, je moet alles betalen, bro. Je moet gierig zijn, broer. Als je niet gierig bent, zeg maar, als jij zeg maar stoer gaat doen, je komt bij een show en je zegt, ik ga eten voor jou kopen. Je zegt, no, koop zelf, ben je domme nigger. Laat die nigger die eten voor jou kopen en bestel wat jij wil. Hey Bonnie, ik mag draaien. Bonnie, ik mag draaien. Dat heb je net bij mij gedaan, man, flikker. Ik was laatst bij die release van die docu van Ronnie Flex, man. En ik zeg je eerlijk, shit was best wel... gek om te zien en ook fucking master om te zien. Eigenlijk meer master om te zien, omdat ik... Voor mijn gevoel struggle daar met dezelfde dingen waar ik mee struggle. En ik zie ook dat heel vaak niggas documentaires en dingen proberen. Sommige documentaires zijn net clips, toch? Je weet toch wat ik bedoel? In de zin van, je ziet alleen al die mooie dingen, zeg maar. Ja. Je weet toch? Je ziet niet zeg maar, hoe fire die nigger gaat. Terwijl ik weet dat, voor een fact, niet eens zeg maar, artiesten alleen, maar alle mensen in life soms fire gaan gewoon. Je weet al, soms ga je gewoon minder. Je ziet Ronnie afkicken in die docu. Je ziet Ronnie pokoe maken. Je ziet hem struggelen met allerlei typen shit. En mijn vraag aan jullie is, wat is jullie grootste struggle zeg maar met... In de artiestenlijf. Waar struggle je het meeste mee, man Seven? Gezien worden als artiest, denk ik. Leg uit. Ja, broer, je hebt gewoon bepaalde momenten waarop je gewoon zelf mens wil zijn, toch? Ja, zoals? Als jij nu met je verkeerde been uit bed stapt en op straat gaat, of als jij boodschappen gaat doen, of als jij, weet ik veel, naar een feestje gaat of zo, je weet toch? Jij bent overal gewoon de artiest. Ik vind het niet het zwaarste in mijn leven. Dat kan, dat verschilt bij iedereen. Het verschilt bij iedereen daarom. Maar het is wel iets wat in jouw leven, dat jij soms denkt van, ik zou vandaag wel gewoon even die... Niet ik vind het alleen faya, ik vind het echt, en dat meen ik echt. En ik hoop dat iedereen nu die dit nu kijkt, zeg maar, en het ook gaat respecteren vanaf nu. Ik vind het wel faya als ik met mijn dochter ben. Maar als ik met mijn dochter ben, hou je smoel, man. Ja, maar waarom dan wel? Dus, iedereen heeft zeg maar in het leven voor zichzelf.
momenten die hij belangrijk vindt. Toch? Ik vind het als ik met mijn dochter ben. Ik ben nu met mijn dochter. Ik ben alleen met mijn dochter. Hè? Nu vraag jij mijn foto. Dus nu moet ik zeg maar mijn dochter even aan de kant zetten. Een meisje van 6. Van timer eventjes daar zo. En dan moet ik zeg maar blij met jou op de foto gaan. Is niet leuk. Oeh. Is niet leuk. Ja. Hoe dan? Sommige mensen vinden dat zeg maar zonder dat jouw dochter erbij is. Sommige mensen vinden dat gewoon niet leuk. Gewoon normaal. Je weet toch. Als ik nu buiten ben. Als ik nu fucking boodschappen ga doen. Broer. Weet je hoe ik nadenk? Weet je hoe ik nadenk wanneer ik boodschappen ga doen, broer? Oké, hoe laat zijn die kinderen uit? Of hoe laat gaan die kinderen naar school? Oké, dat betekent ik kan het beste, want ze zijn om 3 uur uit. En ze gaan in de ochtend naar school. Dat betekent ik kan het beste in de avond boodschappen gaan doen. Ja, doe je thuis, gebruik je thuisbezorgd? Nee, tuurlijk niet, man. Tuurlijk niet, man. Nu staat er een jongen van 15, 16 voor de deur die tegen mij gaat zeggen: oh, 7 Ik heb niet meegemaakt, man. Ik heb, ik heb het ook meegemaakt, maar ik maak die fout niet meer, toch, bro? Maar het is ook gevaarlijk, hé, hey bro. Het is gevaarlijk, maar... nee, man, het is nieuw even sowieso als je met... überhaupt met gezinsleden bent. Als je met je moeder bent, met je dochter, zoontje, maakt niet uit, weet je. En mensen weten soms niet... alleen maar, dat is het enige. Kijk, ik zeg voor de rest zeg ik ook, boys, je moet ook eerlijk zijn. Die money die we pakken nu, shut the fuck up, maak die fucking foto. Bro, er is ook nooit een moment geweest. Ik kan niet over meepraten. Einde van de dag, toch, broer? Als, ik kijk gewoon naar mijzelf, je weet toch? Ja. Als ik gewoon jouw leeftijd zou hebben, jij komt mij nu een foto vragen. En stel, ik was dat in jou, op jouw leeftijd. En ik zou jou een foto komen vragen en jij zou tegen mij nee zeggen. Zou ik het fucking fire vinden, je weet toch? Ik zeg wel nee als ik met mijn dochter ben, zeg ik wel nee, man. Ja, ik weet niet of ik dat zou kunnen, man. Ik zeg wel nee. Ik zeg, dat is de ene, van, zeg maar, van, ik hou van mijn carrière, ik hou van alles, ik hou van money, ik hou van alles, maar ik hou het meeste van mijn dochter. En ik moet nee zeggen. Als ik niet nee zeg... ja, maar dat is normaal. En mensen moeten dat als ik niet nee zeg, dan voel ik me ook, zeg maar, oneerlijk tegen... voel ik, is ook oneerlijk tegen de andere guy die ik wel ja ga zeggen of... Ja. Maar niet uit. Fuck dat. Maar kijk, soms... ik moet eerlijk zijn. Er zijn momenten, zeg maar, dat ik het wel gedaan heb. Dus nu zit ik in een restaurant, ik ben zitten eten met mijn kleine. Mijn kleine zit al aan tafel, ze is al aan het choppen. Ik sta op, ik maak die foto, oké, dan span. Maar als ik, zeg maar, aan het lopen ben met haar... ja, met degene die je eten heeft bezorgd. Hè? Met degene die je eten heeft bezorgd. Bijvoorbeeld, of zeg maar iemand anders. Dat zijn begrijp wat ik bedoel? Zeg maar, ik moet ook eerlijk zeggen, het gaat om de moment. Want zeg maar, als ik in de stad loop en ik heb mijn dochter de hand vast en er lopen mensen langs en daar het is een beetje chaos. Ik ga niet draaien en een foto met jou maken en mijn kleine daar laten staan in de... Dat is anders. Dat ga ik niet doen. Ik moet ook eerlijk zeggen, laat me dat ook gelijk zeggen, van de mensen respecteren dat wel. Van, er is nog nooit iemand die tegen mij gezegd heeft van, hoe bedoel je, man, je bent een... Maar bedoel, zeg maar, als je zegt van dochter, is het wel van oké, dan spannend. Zeg maar, de mensen die foto willen en die dat zeg maar al van tevoren in hun hoofd hebben, zal dat je ergens gaat eten, die weten ook gewoon van ik ga jou nu goed behandelen. Netjes, mooi. Wanneer jullie bijna klaar zijn met eten, kom ik en vraag ik even netjes. Juist. Dat is een hele andere model dan dat jij zegt van we lopen in de stad en het is chaos. Maar dat zijn meestal de zoontjes, neefjes van de eigenaar. Hun hebben money, hun snappen die game. Maar op een gegeven moment... zeg maar die nigger zeg maar, die gewoon daar aan het chappen is, hij heeft gewoon scheid. Hij denkt gewoon van broek, zie die man nu. Hij begint zijn neefje te appen van, ik zie zij van, oh, dit. Maar ik begrijp die man wil niks horen. Zijn moeder trekt hem, die man loopt door. Kijk je die? Van, zijn moeder trekt hem van, no, wie is dat? Die man loopt door van, Seven zit daar. Ik ga foto maken. Oh ja, dat die ouders je niet eens kennen gewoon van, ze kijken naar een kind raar gewoon van. Van wie de fuck is ja, die heb ik 100 keer, man. Ik heb die moeder ook vaak gehad, man. Moeder komt nu, ze maakt die foto's en ze zegt, ja, ken je niet, toch, maar mijn zoon. Ja, precies. Wat is de gekste... niet erg, mevrouw, wat is de gekste tijdperk? Wat is de gekste plek dat jullie foto hebben gemaakt? Dat jij herkend werd? Hey, sowieso laatst, man. Laatst, jongen. Ik was net klaar met pissen. Arena Stadion bij Ajax, weet ik veel. Het was een kutwedstrijd, man. Het was Ajax AZ. Het was sowieso een kutwedstrijd. Ja, maar ja, fuck you. Maar nu ik ga pissen. Hey, toch. En terwijl ik aan het pissen ben, die kill kijk al lang naar me, weet je. Gewoon van, en ik denk gewoon van, bro, ik ben aan het pissen, man. Relax, man. En nu is ook nog zo. Zo echt een lekkere pis kan echt lekker. Pissen kan soms lekkerder zijn dan klaarkomen. Heb je die? Dat je gewoon begint te tranen. Pet. Je begint gewoon te tranen. Ik ben gek. Maar anyways. Je weet toch nu, ik... Je voelt je been even niet meer. Ik voel koude lekker. Je voelt je been even niet meer. Ik ga handen wassen. En nu... je weet toch, hij staat naast me.
Maar hij gaat ook zogenaamd handen wassen, toch? Maar ik zie je al, je kijkt de hele hij is tijd op je naar uit, hij is op je opeens, opeens, zag hij van... Hé, hey, hey, Roger, respect voor jou, man. Maar kan ik een foto maken? Sorry, man, sorry, ik ga dit verhaal vertellen. Je weet wie je bent. Maar... Ja, want hey, misschien zie ik hem volgende week weer in de arena. Je weet, dan zegt hij van, ja, klootzak. Nee, niet zo. Maar ja, shout out to you, man. ik dacht van, ja, maak hem maar. Maar normaal zou ik zeggen van, ja, we zijn aan het pissen of zo. Maar ik had gewoon op dat moment scheid, man. Ik dacht er niet eens meer bijna van, hey, fuck it. Maar ik zei, fuck it, maar maak het dan. Gewoon op de pisspot van de arena, man. Daar zo, waar het druk is. Plus er was ook nog coronatijd en er waren 200 mensen in die fucking... coronatijd, dat is gewoon een tijd gewoon. Two Chainz heeft zo'n like. Ik hoop echt niet dat ik de gekste plek heb gemaakt. Waar heb jij de gekste foto gemaakt? Ik heb de gekste, man. Schippers. Ja. Waar? Huh? Schipperskwartier. Ja, ja, ik ook, man. Wat is Schippers? Wat is Schippers? Bankoestraat. Bankoestraat van Aga, man. Nee. Anvers. Ik ben bij Aga. Ik was bij Aga. Dus ik kom, zeg maar, ik loop nu bij Aga. Dit is wel lang geleden. Maar volgens mij heb je ook... Fuck die Aga-tory. Volgens mij heb je ook een keer foto moeten maken in Campo. Ook! Ook, niggas willen een foto maken in Campo, je ziet groot die licht. Dus broer, niggas willen altijd bij rare plek foto's maken. Dus nu loop ik in, ja dit was gek, dus ik loop langs die raam, die chickie begint gewoon te slaan op die raam. Dogom, 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 dogom. Ik denk, what the fuck, ze zegt maar, kom, foto. Raar, ik denk, hè? Junkie, waar heb jij de raarste foto gemaakt? Eerlijk, Zeven, ga niet komen met je mediatraining, Lafou. Wat is met jou, man? Lafou, Lafou. Ik zeg helemaal rare dingen, man, broer. Ik ben gewoon aan het nadenken ook, toch? Ik mag gewoon niet meer nadenken ook in de model, man. Wat is met jou, man? Lafou. Kom op, man. Ik weet niet, man. Ik heb niet echt op zieke plekken foto's moeten maken of zo, man. Voor mij gewoon het meest chockerende was gewoon dat ik was in Venetië, weet je toch? Verre plek, je dacht ja, van, hey, ik dat was de eerste keer dat ik op vakantie ging. Ik had nog een chickie die tijdje, weet je nog. Maar die chickie op vakantie. Die boys lopen langs mij en zeggen, hey, ze zeggen, nee, dat. Als ze denken, je hoort ze niet, je weet toch. Ja, ik heb ze al lang gehoord, man. Ik loop door. Ik doe die hoofd omhoog, ik loop door. Die man komt rennen door die kraal. Zeggen toch? Ja, gek. Je kan ook niet boos zijn. Nee. Maar... Aan de andere kant vind ik dat soort dingen vind ik dan wel weer fat. Ik kan er echt aan ergeren. Maar als ik in het buitenland ben, vind ik het super fat. Ja. Helemaal als ik aan de andere kant van de wereld ben. Ja, maar dat was ook voor mij de eerste keer dat ik echt loezo ging. Je weet toch? Dus... Eerste keer dat ik het had, los van Curaçao, ik was naar de Dominicaanse Republiek gegaan, bro. En bro, ik kom gewoon... Bro, ik heb zeker 2-3 keer meegemaakt dat iemand gewoon me aantikt. Hey, Rotjoch, pop. En die mensen zijn van Dominicaanse, ja, gewoon zelfs, zijn niet eens van hier. Zeven, ik heb een vraag voor jullie allebei. Jullie zijn de twee jongsten ook aan deze tafel toevallig. En dan heb ik eerst aan Zeven. Jij zei net dat je toen de tijd nog een vrouw hebt. Heb je ooit van een vrouw gehouden? Ja, man. Dus ben ik van steen gemaakt, hoor. Helemaal, ja. Nee, maar, oké, maar dus heb je ook echt, dan is mijn volgende vraag, heb je ooit echt pijn gehad door een vrouw? Tuurlijk, man, broer, man. Je hoort toch wat ik rap, man. Ja? Tuurlijk, man. En wat heeft dat met je gedaan nu? Nu, het heeft mij koud gemaakt, man. Maar niet zo koud dat ik nooit meer met een vrouw zou zijn of zo, je weet toch? Maar gewoon, ik ben wel scherper. Oeh, leg uit. Ja, leg uit. Gewoon, brood. Hoe ziet een perfecte vrouw voor Seven eruit? Qua uiterlijk is er geen perfecte vrouw voor mij, man. Dat is al iets wat ik al misschien 2-3 jaar heb losgelaten, toch? Ja. Ben je een tieteman of ben je een billenman? Ik ben sowieso een billenman. Ja, man. Oké. Okay. Maar innerlijk? Maar je chapt het niet. Wat dan? Nee, man. Je kan het ook klappen, toch, broer? Je bent op die billen rood maken. Je kan het klappen, je kan dit ding golfjes laten maken en zo, je weet toch? Je kan veel dingen ermee doen, man. Creatief, los van creatief. Man. Ik zie je ben creatief. Ja, kom op, man, broer, man. Ik zie je ben creatief. Trapjack, heb jij ooit van een vrouw gehouden?
Ik zou zeggen ja, maar ik denk dat ik mezelf dat... Van welke was de Nederlands of de Cabo? Allebei, maar ik denk dat... Weet je wat nee, dus? Ik denk ik zei tegen... ik ging wel met ze tegelijk, maar... maar ik denk dat ik zeg maar tegen mezelf zei van... Hé, hey, je moet serieus zijn en je houdt van haar. Ja. Begrijp je? Ja. maar eigenlijk... Nee, man. Denk het niet. Maar ik ben moeilijk. Ik ben moeilijk. Ik ben echt moeilijk. Wat is moeilijk? Wat is moeilijk? Wat is moeilijk? Hij is gek. Hij is bro. Ik zweer dat ik begrijp hem, man. Je hebt gewoon soms momenten dat je misschien tegen jezelf zegt van, hey, iedereen gaat netjes. Je weet toch? Ik zie al die boys om mij heen, dit, dat, vrouw, kinderen. Dan ga je het proberen, maar je denkt eigenlijk bij jezelf, dit is niet die Tory, man. Elke chickie met wie ik serieus wou zijn, heeft mij gejaaid. Begrijp je? En dan praat ik sinds de rap misschien 5. Maar dan praat ik ook serieus dingen. Je bent zo jong, man. Heb je al celebrity chickies geslagen? Nee, maar liefde. Wacht. Jullie gaan zomaar een andere podcast beginnen, wacht. Jack, heb je al celebrity bitches geslagen? Ik zie daar achter. Wat is celebrity chickie? Ik weet niet, man. Ik zag je iemand je hebt achter je gezien. Misschien deze dagen zeg maar een chickie die famous is op Insta of zo. Ja. Celebrity is zeg maar gewoon. Je weet wat celebrity is. Ja. Ja? Nog veel op die lijst die afgevinkt moet worden. Ja. Ja, man. Maar wat zijn celebrities? Ook vloggers en zo. Insta dingen, vloggers. Ik zeg eerlijk, vloggers niet, man. Ik vind vloggers rare mensen. Nee, dat moest ik niet zeggen ook eigenlijk, maar ik vind rare mensen, je weet toch. Hoezo, waarom? Zeg het gewoon, man. Fuck maar, dus zeg maar, je wordt er wakker, hè. Je pakt je camera en zegt... En ik heb geprobeerd te vloggen, een jaar geleden, want ik zag Boef ging kwijt door dat. Maar ik heb het na 2 weken gelaten. Dus je wordt wakker, zeg ik word wakker, ik ga boodschappen. Ja. Nu je komt in winkel, wat doe je? Pak weer die camera van. Ja, vandaag ga je chips kopen. Begrijp je? Ik vind het bijzonder eens zwaarig. Ik weet niet eens of die woord bestaat, maar kijk naar een Enzo Knol. Die man pakt tanto doekoe en weet enig wat hij doet. Hij wordt wakker, hij gaat boodschappen halen. Maar nogmaals, wat jij zegt, maar zou je dat willen doen? Nee. Heb je nooit iets gedaan zeg maar, tegen je zin om money te pakken? Ja. Super vaak. Wat heb je gedaan tegen je zin? Tegen mijn zin? Ja, wat was je kutste baantje? Heb je baantjes gehad? Ik heb 2 baantjes gehad. Welke? Ik was bezorger van pizza's, maar dat moet je zien. Welke bedrijf? is geen New York of zo. Was gewoon echt een buurtding. Mm. En iedereen was daar. En... Uit welke buurt kom je? Ik kom van Zuid. Rotterdam. Preuwek. Slingen. Overal tussenin. Oké. Okay. En... op een gegeven moment, zeg maar, ik had geen score. En mijn pa, hij dacht, ik zat op school. En toen mama ging spitten tegen mijn pa van, hey. Zijn je ouders allebei Nederlands? Is die eerlijke moment, ik ben kwart Turks, man. Wat, hè? Ja, man. Dus Murda, je weet dat goal gaat ook komen. Hey, ik kan je linken. Shout out Murda, jou. Goedemorgen. Ik hoop, gewoon 10%, ik ben al blij. Maar je bent Turks, mama is half Turks, man. Echt? Dus er zit een PC. Kan je Turks of praat je maar Turks? Nee, man. Dus jij kan ook niet Turks? Nee, man. Helemaal niks. Maar voel je ook, wat voel je jezelf? Ik ben gewoon Nederlander, maar daarom, ik heb dit ook nog nooit gezegd of zo. Kijk. Maar bij die F-podcast moet je wel. Nee, love. Hier is iedereen thuis. Hier kan je zeggen wat je wil, man. Ja, toch. Als je hier niet zegt wat je wilt, zeg maar, als je hier niet jouw fans. Die eerlijke Tory kan snap geven, kan dan geven? Dan waar ga je het geven, man, broer? Ja. Bij Umberto Twan. Umberto Twan, ja, dat was een nieuwe naam, man. Umberto Twan. Als je hier niet eerlijk bent, waar ga je eerlijk zijn, man, broer? Echt, man. Snap je wat ik bedoel? Dus ga verder. Ja, en dus mijn pa, hij dacht, ik zat op school, maar mijn ma zei te gaan van niet. Toen moest ik met mijn pa mee, Junta. Waar werkte je pa? Hij is uitvoerder bij een stijgerbouwbedrijf, je weet toch? Heb je ouders money? Heb mijn ouders money? Nee, maar ik zeg eerlijk, ik ben wel...
ik heb het nooit slecht gehad. Hij was altijd eten om in de ochtend, in de avond. Maar het was niet zo, yo, maandag geef even banko, op dinsdag geef even banko. Dat was het niet. Ja, maar dat wil niemand. Zou je wel eens zien? Wie kan iedereen wat een banko geven? Zou je wel eens zien, Jack? Oh ja. Kreeg jij elke dag een banko? Nee toch? Maar, zeker. Maar broer, niks slechter, broer. Ik kreeg banko. Ik zit mijn moeder ging mijn banko. Ze zegt maar, ik koop Jacka en schoen. Broer, mijn moeder ging mijn banko. Ze zeggen maar, ik koop Jacka en schoen. Luister. De eerste keer toen ik tegen mij moest, ik wist niet wat kinderbijslag was. Die kleding ik wel. Precies, die gooien van, over kinderbijslag. Ik ga naar mijn moeder, ik zeg tegen mijn moeder, fuck, die boys krijgen kinderbijslag. Ik krijg geen kinderbijslag, je weet toch? Je moet een claim als jongen. Het is voor kinderen. Dus je hebt die kinderbijslag gevraagd. Jij krijgt nu al die herinnering van, ik heb dit van jou gekocht, ik heb dat van jou gedaan, dit van jou gedaan, dit van jou gedaan. Onderspank, ga je de kinderbijslag geven, kijken of je dat ook kan doen. Nu krijg je die kinderbijslag. Je kan niet dat doen wat je moeder voor je ging doen eigenlijk. Ja. Je weet toch? Dus je beseft ook van, er is wel kinderbijslag. Maar je maakt er toch nog iets meer dan dat voor je, terwijl het is er niet. Begrijp je? Oh ja. Dat is een andere moesje. Kinderbijslag is wel hard, man. Ik ging het ook claimen gewoon op een gegeven moment. En op een gegeven moment was ik zo snugger van. Ik wist precies rond welke dag het gestort zou worden. Ik had liever dat niet. En dat mama gewoon money op me ging, bro. Ja, bro. Ik wil even een moment nemen om even een champagne te proffen, boys. Voordat je dat doet, toch? Ja. Laat me mijn punt afmaken. Bro, ik begrijp het allemaal. En shout-out naar Boos, Duncan. Je weet toch? De old school. Dat is voor die mensen. Laat dit erin, man. Die gaan het waarderen, alleen maar, man. Alleen maar lobby. Ik wil even een moment nemen om eventjes een champagne te poppen, omdat Seven transfervrij is. Seven, is het voor jou? En leg eventjes uit, waarom ben je transfervrij? Waar ga je? Waar ga je? Barça. Ga je naar Barça? Real. Waar ga je? PSG. Wat is dit ding, man? Premier League. Waar ga je? Thailand. Waar ga je? Waar ga je? Hier, neem dan, broer. Maar kijk, dit zijn dingen waar ik niks van weet, want ik ben niet intern, ik ben extern. Ja? Dus? Het is ook alleen degene die intern is die het weet en die het gewoon nu ook op tafel zo heeft. Maar het is gewoon goed toch? Je bent transfervrij, dus nu gooi je de prijs omhoog. Wat wil je hebben? Leg uit, zegt die niks wat je wil hebben, man. Ik wil een zak die net zo groot is als deze tafel. Snap je? We zijn hier zo om een real shit te takken, man. Niemand is hier om niemand onder de bus te gooien. Natuurlijk. Wat wil je hebben, man, Zeven? Een grote zak. Grote tas. Wat voor Millie. Wat voor bagger? Grote tas. Little tas. Zeg gewoon Millie. Die stack is van €50 gemaakt en het is even groot als deze tafel, begrijp je? Yeah. Oké, dan weet iedereen Millie. Iedereen weet het nu. Spanka. Mijn nigga Seven wil Millie. Ja. voor alle clubs die kijken, mijn nigga Seven wil Millie. Nee, wacht, wat ik ga doen, boys? Ik ga deze batter aan Spanka geven. Van Spanka, neem hem dan. Want jij hebt wel een nieuwe deal getekend. Ja. Maar. Hoeveel eilanden kan je kopen in Thailand? Maar dus je gaat nu naar Sony? Sony? Luister. Nee, laten we die conversatie stoppen. Het is gewoon een grapje, man. Wij gaan gewoon waar die tas even groot is als deze tafel. Jij bent met een camera die kan bewegen. Film even die tafel gewoon. Dat al die angles krijgen van die tafel. Want die tafel hoe groot is groot. Tafel is. We gaan die afmetingen zetten in de beschrijving. Kom goed. Spanka. Yo. Spanka. Yes. Je hebt een nieuwe deal getekend, man. Ja. Praat hij is al aan het schenken ook, man. Wat wil je weten? Praat eventjes, man. Wat wil je weten? Leg eventjes uit, man. Hoeveel eilanden kan je kopen in Thailand? Hoeveel kost een eiland in Thailand? Een paar milli. Nee, ik loop je, man. Hoeveel? Nee, laten we het vragen. Laat me vragen. Nee, ik hoef niet te weten hoeveel money je hebt, man. Dat is kakker, man. Kan je me wel even een banko lenen straks? Ja, naast die tikkie die je nog maar die nog moet sturen. Ik wil iets zeggen, even, man. Nee, grapje. Ik wil je niet schoolen, maar ik ga je toch schoolen. Ja, leg uit. Jij mag maar schoolen, bro. Waarom ben je hier, man, G? We moeten minder over wat geld. Kijk. Bro, de belangrijkste we moeten juist over geld praten, Rotsal. Nee. Niet, man, geen bedrag noemen en zo, man. Pocket daarom, watching, ja, dat is pocket watching hoeft niet. Kijk, wat hij zegt, toch? Hij praat niet over een situatie. Nee, dat is niks.
Sowieso. I wish, nigga. Je hebt maar gaat elke jaar naar Thailand. Je was laatst sowieso elke week naar de kapper. Die man gaat 3 keer per jaar naar Thailand. No, ik neem mijn haar zelf, man. Ik ook. Ik ga ook elke week naar de kapper. Maar ik heb geen haarlijn, bro. Maar ja, die jaren moeten wel geknipt worden, bro. Ja, hij doet het zelf. Je hebt die lijnen zelf gezet van die bar. Huh? Je hebt die lijnen van die baard zelf gezet. Nee, vandaag is er een nek aan nek race. Nee, okay. Vandaag is er een nek aan nek race aan in deze tafel. Hey, alles boys. Wat je ziet, heb ik zelf gezet. Zelf, alles zelf. Ja, die baard ook. Ja, alles Spanga. Zelf. Je gaat kwijt. Vandaag is er een nek aan nek race aan deze kwijt. Tafel. Nek aan nek race. Vorige keer was... Kijk mijn nigger lachen, Hoezo? Nek aan nek? Het is een nek aan nek foto finish. Hoezo? Vorige keer was... Kijk, ze even doodgaan. Vorige keer was mijn nigger... Vorige keer was mijn nigga Joost raar. Weet toch? Hij was gewoon de sterkste. Hij had de gekste GTA-account. Maar nu zie jij en Seven, jullie zijn op een foto. GTA-account. Ken je die zin? Je nek met die laatste pissie. Voor die foto finish. Voor die foto finish. Jullie zijn daar. Ja. We moeten ook nog eventjes uitleggen waarom we. Maar jullie waren er niet erbij, hè? Ik moet even uitleggen waarom... Oh, jij door jou waren we niet erbij. Waarom hebben we die Tory Rokos genoemd? Jij weet het wel. Ik denk dat we eerst aan het discussiëren waren over andere naam. Ik ben het niet zo echt eens met Rokos, toch? Hen en Jerry's, man. Ja, Henny en Jerry of Hen en Jerry. Hen en Jerry, man. Je weet toch, dat klonk gangster en zo. Nou, wat had Rokos in je naar boven? Rokos, Hema. Ja, man. Helemaal. Maar ik heb er lang over nagedacht. Waarom hij het geen Hen en Jerry of Henny en Jerry wil noemen. Dat ik heb die koud ook bedacht op van zijn album. En hij dacht, nu ga ik ook nog zijn podcast bedenken. Of ga ik het co-signen, snap je wat ik bedoel? Dus daar zei hij aan het einde van zijn noemen, we gaan het Rokos noemen. Gewoon uit rebelsheid tegen mij gewoon. Maar zo, nu weet je toch. Misschien is het een goede moment om iedereen een cadeautje te geven. Zeg maar, ik denk dat het goed is. Oh shit. Ik heb een cadeautje voor iedereen. Zeg maar, vanaf nu heb ik een cadeautje voor iedereen. Vegan? Nee, Runder, man. Maar ik krijg geen hard rookworst. Jij kan ook een vegetarische krijgen als je wil. Ja, toch wat, ja. Ik heb ook vegetarische rookworst. Vegan. Wie is nog meer vegan? Wat is dit gemaakt? Hout. Vegan. Joey, ben vegan? Mijn nigga Jack, neem maar rookworst. Alleen maar love, man. Alleen maar love, man. Kijk hier. Hij is ook runder, je bent vegan, bro? Spanker. Ik was een tijdje vegan wel, man. Voor zes maanden of zo. Waarom was je gestopt? Mag ik vragen? We gingen naar LA met z'n allen. Hef, ik, Joost, hele groep. En ik zeg je eerlijk, in Amerika gewoon heb je veel lekker eten, man. Dus ik was even geslipt, man. Maar ik was wel echt zes maanden... Maar waarom was je vegan geworden? Ik had zo'n docu gecheckt op Netflix. What the hell? Waardoor ik wel ging kijken van naar die Tory van laat me het gewoon proberen, je weet toch? Mm-hmm. En ik ging het 2 weken proberen, want dat zeggen ze ook aan het einde van die docu van probeer het gewoon 2 weken. En kijk. Had je in 2 weken poen niet gegeten? Sowieso. Dat staat los van die vegan. Cool. Dat telt ik niet mee, dat, toch? Ik dacht dat de proteïne zit in poen, maar. Telt niet mee. Okay. Maar anyway, en ik merkte wel gewoon verschil, zeg maar, in hoe mijn lichaam reageerde daarop, zeg maar, snap je? Dus toen ging ik er gewoon op door. Maar ik moet wel zeggen dat ik was wel geswitcht van vegan naar vegetarisch, moet ik ook. Hef, vraag naar jou. Want volgens mij probeer je ook minder vlees te eten. Ja. Waarom? Ik probeer minder vlees te eten omdat... Dr. Sebi. Hardcore. Dr. Sebi gewoon. In principe is het... Eigenlijk is het gewoon Dr. Sebi, man. Hij heeft gewoon gezegd, niggas moeten geen vlees eten. En dat heeft mij, zeg maar, sinds die dag is dat, zeg maar, gewoon zo erg in mijn mind gaan zitten dat ik eigenlijk was stoppen met vlees eten, zeg maar. Het is nog niet helemaal gelukt, maar dat is wel de bedoeling op een gegeven moment, man. Kijk, weet je wat het is? Vorige podcast hadden we het er al over. Volgende podcast dat ik hier zit. Toch? Laat me deze even hier zetten. Ga ik iets voor alle gasten meenemen? Ja. En we gaan het vaker hebben over hoe we beter voor onszelf kunnen zorgen. Want dit is voor mij ook een soort van... De Rokos podcast is nu voor mij een soort van escape van wat ik nu probeer te doen. Ik wil vragen aan Spanka wat Spanka vindt van de Phoenix Awards. Want ik heb gehoord, zeg maar, ik heb een rare outro gehoord op mijn nigga Seven's. Wat ben jij, teringlaar, zeg.
Wat vind je van hun? En dit is gewoon oprecht, hè? Ja, op die outro heb je al kunnen horen wat ik ervan vind, toch? En waarom, waar, hoe ben je op die punt gekomen dat je dat zei? Want dat ga je niet, ja, ik ken jou. Jij gaat niet, zeg maar, zomaar zoiets zeggen. Ik denk... Ik kan het gewoon zeggen, bro. Dat ik het naar mijn idee... Ja, hij mag het gewoon zeggen, zie je? Dat ik het naar mijn idee al... Ik dacht dat ik een klootzak was. Ja, ben je ook. Maar bro, kijk, wij zijn mensen... Dat heb ik ook van... Ik heb voordat we dit uitbrachten met hem een gesprek gehad ook hierover. Je weet toch? Ja. Bro, als je bepaalde shit denkt, moet je het gewoon kunnen zeggen. Het is een vrij land, toch? En wij zijn ook niet die mensen die... Als zij ons daarop aanspreken, dat wij ons gaan verschuilen achter wat we hebben gezegd. Ja. Ik bedoel het niet zo of dit of dat. Ja. We bedoelden gewoon wat we hebben gezegd. En we weten ook waarom we het hebben gezegd. Je weet toch? Precies. Ja. Dat voelde ik ook gewoon in dat gesprek met hun. Waarom heb je dat gezegd dan? Dat wat ik zeg. Naar mijn idee. wat ik sowieso al vaker. Beste producer moeten winnen, zeg maar. In de zin van. Niet dat ik per se waarde hecht aan de award zelf. Maar uiteindelijk is dat het enige wat op dit moment, zeg maar. Er voor ons is qua erkenning, zeg maar, snap je? En helemaal als producer zijnde. En ja, voor mijn gevoel had ik het wel. Is een award zo echt zo belangrijk? Niet per se echt zo belangrijk, maar wat ik zeg maar, als dat het enige is qua erkenning, zeg maar, uiteindelijk. Okay, we willen allemaal erkenning voor wat we doen. Voor wat we doen, of niet? Laat me zeggen, weet je wat ik heb gezegd vorige week? De hardste producers in Nederland, broer. Zonder andere producers te disrespecten, jullie zijn ook hard. Maar op het moment dat een productie is gemaakt door een van deze drie, weet je waar het vandaan komt. Je weet toch? Welke drie? Dat is voor mij Reefers, Panka, Niet in Volgorde en Shafiq Romat. Oké. Okay. Je weet toch, broer? Als jij met iemand in de studio zit, weet je dat. Jij, Jack. Ik gaf hem wat? Sorry. Ik gaf hem gewoon zijn roses, man. Bro, ik gaf hem zijn roses. Hij is een van de hardste. Hij heeft zoveel platina awards, zoveel gouden awards. Bro, hey, maakt niet uit wat de establishment hier in Nederland is. Ik bid voor jou, ja? Dat je ooit internationaal gaat en dat je een fucking Emmy, een BET award of what the fuck dan ook wint. Fuck it, maar at the end of the day, als de mensen jou je granny geven... Hij gaat raar in Turkije nu. Als die mensen jou granny geven, hey bro, dan ben je goed, bro. Ik hoor wat je zegt, man. Ik hoor wat je zegt. En ik denk, zeg maar... uiteindelijk ben ik er ook zo over gaan denken, maar... Zeg maar, op het moment dat we die track maakten, was dat wel gewoon het oprechte gevoel, zeg maar, snap je? En daarom is het ook zo opgenomen en uiteindelijk... Wat Seven zegt van toen de mensen van Phonics mij opbelden. Ja, I said what I said. Je weet toch? Ik ga niet achter stoelen of banken steken van hoe ik me voel of zo. Is je goed? En uiteindelijk... Bro, het is ook niet zeg maar zo gegaan dat we op kamp waren en we hebben die shit getaped. En we dachten, fuck iedereen. Je weet toch, we hebben ook gewoon van tevoren met elkaar erover gesproken van... Kan dit? Wat kan Phonics beter doen? Wat kan Phonics beter doen dan? Bro, gewoon ja, bro, jezelf zijn, man. Niet jezelf laten beïnvloeden door mensen van buitenaf, man. Dat is gewoon het enige wat ik te zeggen heb. Dat is wat je tegen Phonics zegt? Dat is wat ik tegen iedereen zeg die zichzelf inzet om een awardshow of iets te creëren. Wat kan Phonics beter doen? De mensen is. Wat kan Phonics beter doen, Spanko? Qua Phonics zelf is het misschien een ander verhaal. Want zeg maar, ik persoonlijk mag niet klagen. Al mijn liedjes worden daar gewoon aan de lopende band gedraaid, gewoon, snap je? Maar qua Phonics Awards vind ik wel, zeg maar, en dat heb ik ook toen verteld in het gesprek, dat het een beetje scheef is dat de winnaar bepaald wordt alleen op basis van stemmen op social, of van artiesten, zeg maar, hun fans. Ja. Dus dat betekent dat als een Trapjack dit jaar een hit heeft, maar hij heeft nog niet zo'n grote following, dat hij nooit gaat winnen, omdat bijvoorbeeld Seven meer followers heeft dan hem. En die gaan waarschijnlijk meer stemmen, zeg maar, snap je? Ja. En dan is het niet eerlijk. Als jij, zeg maar, een... En het hoeft niet eens volledig, maar als er een jury is die, zeg maar, meebepaalt in wie uiteindelijk de winnaar wordt, dan wordt het eerlijk. Want ik weet zeker zeg maar, iemand niet als altijd, Rotjoch... Man, niet altijd, man. Niet altijd, maar zeg maar, ik weet zeker dat iemand als Rotjoch... hij gaat maar wel, iemand, zeg maar, zich als... hard maken voor iemand die, zeg maar... Misschien dit jaar niet de meeste aandacht heeft gehad.
Maar... Oké, okay, kijk, nu hoor ik jou. Precies wat jij niet zegt. Niet de meeste aandacht heeft gehad, maar wel hard gaat qua... Ja, hij voelt die shit. Wat maakt Rotjoch, zeg maar, als verschil... als één persoon tussen nog vier andere mensen die tegenover hem staan? Begrijp je? Dat is die adjustment, ja, dan is die adjustment andere, die gemaakt zijn, moet worden. Iedereen die zeg maar daar zit, moet daar gewoon zeg maar vanuit individuele kwaliteit en individuele denkvermogen daar zitten, bro. Maar dat, het is niet dat jij denkt van tevoren van ik ben een popartiest of ik heb vroeger pop gedaan of ik hou van pop of wat dan ook. Dus alles wat pop heeft gaat mijn voorkeur krijgen, begrijp je? Ik snap wat je bedoelt. Maar dan ligt het eraan dat die andere drie personen niet de juiste personen zijn die in de jury zitten. Volgens mij. Ja, dat kan. Maar Spenker, dan komt het nog iets op hetzelfde neer. Spenker zegt iets waardevols. Jij zegt ook iets waardevols. Maar uiteindelijk komt dit hierop neer. Mensen, kijk, en dit is een probleem van hip-hop. Het is niet per se van een... je kan alle instanties blamen. Maar wij zijn de cultuur. Wat hebben bepaalde platenlabels op dit moment als... Wij zeggen nee, niks. Want wij zijn de cultuur. Hetzelfde geldt ook voor die radiozender. Hetzelfde geldt voor de televisiezender. Hetzelfde zou ook gelden voor 101 Bars als ik niet van de cultuur was. Wij bepalen wat er gebeurt. En als het probleem nu toch is dat er te veel mensen... iets te bepalen hebben over onze cultuur, terwijl... Ze zijn niet van onze cultuur. 8 jaar geleden was ik er ook, toen zaten ze in de dance. We hadden ze niks van mij te weten hebben. Je weet toch? Nu is het e-mail, weet je? Of telefoontje, app. Hey Rotjoch, kom, we gaan even een bakje thee, koffietje doen. Dit, dat. Nee, vriend. Je moer. Ja. Maar daarom, zeg maar, wat ik zeg. Als jij in de jury zit, weet ik van... Deze nigga gaat geen keuzes maken over rare... Ik word vaak gevraagd, maar ik Rotjoch, ga niet. Rotjoch moet in de Edison zitten. Hij moet in de Edison jury zitten. Ik mocht nu een Edison uitreiken. Ik weet niet of jullie het hebben gezien. Maar ik mocht een Edison uitreiken. Ik was daar. Ik heb mijn statement al gezet. In trainingspak. Maar ook, ik kom zo op stage. Ja, dit, weet je wat dit is? Dit is de Belmer. Ik kan er heel snel een 6 van maken. Dan weet je waar ik vandaan kom, ja? Dan nu, ik laat zien waar ik vandaan kom. Ik laat zien, ik ben anders dan jullie. Ik kijk naar een heel veld met mensen die 0,0 ooit interesse in hun leven, in een individu als mij hebben getoond. Voordat ik was wie ik was. Snap je? Check. En daar hoor ik helemaal, man. Check. Je top 5 producers. Top 5 producers. Zou ik zeggen, Jack Shirek. Gideon Knight. Volgens mij net wel van gehoord, man. Esco, als die weer bakken is. Ja, Esco is... Ik ben moeilijk met producers, maar Keizer Sosé. En die 5e zou ik openlaten. 7. Top 5. Ik heb mijn top 3 al genoemd, man. Je weet toch? Top 5. Top 5 moet sowieso Esco in zitten. Esco heeft sowieso fucking veel shit voor mij betekend, je weet toch? Life gechanged, hè? Ja, man. Shout out naar Esco, man. Esco gaat volgens mij door een moeilijke... Esco moet langskomen volgende keer, man. Esco, get well soon. We see you soon. Huh? Producers? Spanka? Sowieso. Ik heb laatste keer echt genoten van Davy Donovan. Hij gaat echt kwijt. Ik vind het er nog meer van, man. Ik kan heel goed werken met White Boy. Mijn top 5 was nog niet klaar, man. Trobi, man, trouwens, man. Trobi is ook echt gek, man. Trobi, man. Trobi is ook echt gek, man. Barotje, man. Wie vind ik nog meer gek, man? Echt gek. Wie slaat altijd raak? Monsif. Monsif zit ook in mijn top 5, man. Wie? Ik zie je daarom ook niet van lijstjes maken, man. Rosie, je vergeet altijd 1 of 2 mensen en die gaan zich dan gekwetst voelen, man. Maar jij ook gewoon zelf bij jezelf, dat je denkt van, wie zal eigenlijk... Jimmy Hoeren zo met je werk vind ik je hard. Jij kan zeggen, maar jouw lijstje is belangrijk. Ja. Zonder jezelf. Ja, mijn lijstje gaat waarschijnlijk zeg maar niet het lijstje zijn die de meeste mensen in Nederland hebben, toch? Zeg maar, mijn lijstje gaat waarschijnlijk zijn Jimmy Hoeren, Rosalila, sorry als ik je naam verkeerd zeg.
Want zij is sowieso fucking hard. Reefers moet sowieso erin staan. Wie nog meer, man? Ik kom niet even niet in je naam. Ik wil niet zeggen dat hij de eerste is, maar ik wil iemand een Grammy geven. Abstract heeft ook een beat van jou getikt, toch? Abstract, ja, ook, ja. En daar zeg je ook, zeg maar, van Abstract op de beat of zo, toch? Ja. Door die pokoe, bro. Wat dan? Door die pokoe vind ik hem gewoon kankerhard op. Jeetje, toch? Ja, ja. Abstract, Bin producer. Ik wil een big up geven, shout-out naar Abstract sowieso. Ik wil een big up geven naar Architrex, man. En weet je waarom? Omdat niemand echt in hem geloofde, man, bro. Never give up, toch? Bro. Moet gewoon eerlijk drinken. Nee, maar die man is een super... Bro, die man is een super comediant. Ik kan niet zonder drinken. Bro, die man is een super comediant. Maar bro, besef waar hij... Bro, hij is echt... Ik heb gewoon besef, omdat hij met Next MC en zo heeft meegedaan. Bro, hij moest echt door het stof kruipen gewoon, bro. Ja. Nee, hij heeft het gedaan, bro. Ja, hij heeft het wel gedaan. En ik vind het dope. Ik hou van hem. Hij is sowieso dope. Ja. Hij is niet mijn top 5, maar hij is wel dope. Ja. Heeft jullie favoriete producer jullie grootste hit produceerd? Spanka heeft me wel goud laten gaan, man. Raar. Solo. Mijn eerste solo, goud. Volgens mij Spanka, man. Ik heb hem ook platina laten gaan, man. Kijk, wat dat betreft, je weet toch? Zeg maar, qua waardering, heb ik sowieso van alle producers, los van dat hij misschien niet op nummer 1 staat, is Esco voor mij wel de belangrijkste. Weet toch? Ja, life changing geweest. Ook zeg maar wat ik net aan het begin van deze podcast zei. We gingen nog niet eens money maken, bro. Maar ik was met hem gewoon daar, ja. Weet toch? En we gingen al gek, maar we gingen niet gek qua man. Jack, wat wil je vragen? Kijk, vandaag zitten we... Je zit al lang in de game. Sef heeft nu een eigen label. Jullie zijn er ook al lang. Rotjoch ook al lang. Ja. Zeg maar, YouTube is qua cijfers heel erg achteruit gegaan de afgelopen 2 jaar. Is het nog relevant om doezels te pompen in een clip? Ik zou zeggen niet, man. Mijn laatste clip, de beste vraag van de hele avond, bro. En ik wil dat iedereen het antwoord, man. Hey, ik heb laatst een clip geschoten, toch? Ik ben al een tijdje met zeg maar, iemand, mijn DJ, heeft de beste mattie. En die man schiet clips, je weet toch? Die man is ook, zeg maar, werkzaam bij een van de clipproducenten. Nu heb ik er gewoon ervoor gekozen om... Sowieso had ik al ervoor gekozen van... we gaan geen clips meer schieten van duizenden euro's... want het heeft geen zin. Mensen kijken niet meer naar clips zoals ze naar clips keken vroeger. Je weet toch, je hebt nu gewoon Spotify. Als ik in de waggie zit, doe ik Spotify aan... en plaats ik gewoon die pokoe. Ik ga niet die clip kijken, want ik kijk die clip toch niet. Ik wil gewoon die pokoe horen, je weet toch? Ik ben nu met hem gaan zitten. We hebben gewoon gesproken, dit, dat. Volgende dag zijn we met mij meegegaan naar show. Ik heb backstage een shot gemaakt. Ik ben bij Tankstation gestopt. Ik heb daar een shot gemaakt. Klaar, clip is klaar, weet toch? Ik hoor je, maar op een termijn van 10 clips wil je toch af en toe een bepaalde... Ja, dat kan, maar dan moet jij gewoon dat gevoel erbij hebben van... Dit is iets. Maar ik wil iets vragen, Spenker. Spenker, als jij beats verkoopt aan hitmakers die met platinum gaat en zo, en je vraagt je money, ja, goed terecht. Is all good. Maar stel, er is een opkomende rapper, toch? Die, hij heeft geen echte grote... mechanisme achter zich of wat dan ook en hij weet je vindt hem gewoon hard, toch? Dan ga je toch iets voor hem regelen, gewoon als je in hem wil investeren. Dat is de tijd wat jij investeert in diegene. Klopt, en dat doe ik ook sowieso. Ja, toch? Dus tot de dag okay. van vandaag. Okay. Dus er zijn heel veel producers, ja, die dat ook zouden willen, maar hun management toch staat hun niet toe. Je weet toch? Ik denk, zeg maar, dat je niet boos moet kijken naar de manager, want uiteindelijk de manager probeert gewoon het best mogelijk eruit te halen voor zijn producer. Ik snap het. Maar, helemaal realistisch of zeg maar, je kan niet zeg maar verwachten dat de opkomende artiest het budget heeft van een artiest die zeg maar al jaren hits heeft. Jiggy heeft dit gezegd. Jiggy zei, op het moment zeg maar, dat een, zeg maar, wanneer een artiest goed gaat, dan zijn zeg maar,
Je culturele invloed, je culturele waarde is omhoog. Je money gaat omhoog. Je lijf, jezelf gaat omhoog. Zeg maar, er zijn verschillende dingen die omhoog gaan, toch? Zodra zeg maar, een manager in je lijf komt, is het enige wat omhoog gaat, is je money. En alle andere dingen gaan zeg maar, omlaag. Omdat de manager zeg maar, alleen maar... Zeg maar voor je money, zeg maar. Alleen maar voor je money. Niet mee eens, man. Nee, maar ik heb het gevoel dat op het moment dat jij... Dat is wat ik ook al eerder heb gezegd in deze story. Hoe jij met je ati erin staat. Je weet toch. Spanker bijvoorbeeld heeft met een artiest van mij gezeten die nog niet eens een artiest van mij was. Ja. Grijp je? Die was nog niet gesigned bij mij, niks. Maar hij heeft gewoon al gezeten met die. Ja. En... Die vertrouwen gehad van, oké, Sef zegt, dit is maar Chana, daar heb ik het niet over. Maar werk jij voor je management? De vraag is nu, werk jij voor je management, boys, of werkt de management voor jullie? Oké, maar ik ga verder. Beide, bro. Oké, hij heeft een pokoe gemaakt, love. Maar wat als die pokoe moet uitkomen? Wat gebeurt er dan? Want dat is wat ik mij afvraag, gewoon. Wat gebeurt er dan? Wij zijn nog steeds vandaag vandaag de dag zijn we nog steeds aan deze tafel met elkaar. En zit hij naast mij en zijn alle pokkels die ik met hem wil uitbrengen uitgekomen. En andersom. Grijp je? Dus is niet, bij ons is niet van wat gaat gebeuren met die pokkels. Dat heb je met bepaalde producers. Maar met hem heb ik dat niet. Kijk, soms gaat het ook... Nee, maar ik vraag het hem omdat hij producer. Kijk. Ik heb nooit met hem gewerkt. Laat me één ding uitleggen. En ik denk ook dat het belangrijk is, want zeg maar... Voor heel veel producers is zeg maar, je weet toch, die hele soort producer-tory is zeg maar nieuw in Nederland. Zeg maar, de rappers kregen heel vaak de aandacht, maar tegenwoordig ook de producers. En sommige dingen, jonge producers kijken en willen ook knowledge krijgen, je weet toch. Dus ik denk zeg maar dat dit een belangrijke vraag is om te beantwoorden. En wat hij zegt, zeg maar uiteindelijk, ik heb mijn band met Seven, zeg maar, snap je? Ik vertrouw erop als hij iets doet, ik ga gewoon met hem mee, net zoals hij ook met mij meegaat wanneer ik iets ga doen. Soms heb je managers die zeg maar niet die visie hebben al vanaf, omdat ze gewoon upcoming producers gewoon gelijk in die A-list willen hebben, toch? Snap je? Maar ik ben ook zeg maar de producer die soms tegen mijn manager zegt van, weet je wat? Hun zeggen misschien van, ik weet niet. Ik zeg toch van, weet je wat? Laten we gewoon helpen. Want dat zeg maar uiteindelijk. Dankjewel, man. Want uiteindelijk zeg maar. Dat is belangrijk. Uiteindelijk moet je zeg maar die tories zien groeien, zeg maar, snap je? En ik heb er niks aan of ik kijk, heel eerlijk, ik heb er niks aan als ik 3000 euro of 5000 euro meer of minder verdien. Soms wil je zeg maar gewoon helpen bij die eerste stap van iemand. Dat is alles wat ik erover te zeggen heb. Nou, maar je hebt gelijk, man. En ik voel je broer. Seven, hebben we eens korting gehad? Ik vind het jammer. Ik zeg je eerlijk. Ik vind het jammer dat je zeg maar door die tory heen ging. Want het is wel een serieuze tory. Jullie snappen het zeg maar misschien niet. Nee, je bent een real nigga wat dat betreft. Ik noem maar Rico. Nee, maar zeg maar, jullie snappen het misschien niet. Maar zeg maar, producers moeten door veel shit heen gaan, broer. En zeg maar, ik ben nu een van de weinige niggas die hier nu aan tafel kan komen zitten en praten. Jij moet juist de weg maken voor die andere niggas. Dus daarom zeg ik maar Rico. Daarom zeg ik, ik vind het jammer dat je erin gaat, maar ik snap het. Ik maak een grapje. I gotta be me. I know. Mix maar, for that. Zeg maar, je weet toch. Sowieso. Maar, je weet toch. Het is belangrijk. Ik hoor wat je zegt, man, bro. Ja, toch? Boys, met dat gezegd te hebben, denk ik dat we nu mooi kunnen afronden. Alleen maar lobby, tof dat jullie er waren. Wow. Rotjoch, tof dat jij er weer was. Alleen maar lobby, weet ik al van jou. Je hebt sowieso een etentje te goed voor mij. Ja man, sowieso. Man. We praten zo meteen, man. Ja, toch? En Paul. En Seven, thanks dat je er was. Master. Paul. Spanker. Jack, master dat je hier was, man, broer. Dat je zo eerlijk was. Thanks dat ik mocht komen, man. Alleen maar lobby, man, Paul. Misschien gaan we nog een keertje. Ga je nog een keertje komen, man. Er zijn nog dingen die ik wil bespreken die nog niet vandaag zijn besproken. Boys, bedankt. Nogmaals, ik ben super paantje. Alleen maar lobby. Neem jullie rookworst mee. Zet hem op een speciale plaats. En alleen maar lobby, man. Dankjewel, man. We out. Ja, man. Sowieso. Kinderen, doen ons niet na, man. Niet pijn. Drinken, niet roken. Is pijn. Doe je best op school. Is acid, man, bro. Niet drinken, acid, niet roken, no, man. Ik ben serieus. Doe het niet. Ja, man. Zeg allemaal rare dingen door die shit. Laatste wat ik wil zeggen is... pak cool spelen.
Rookworst de podcast. We zijn er bijna, binnenkort zijn we er weer. Vies. Ik heb mijn aansteker. Ik heb een bonnie in mijn...